En ja, voordat we daarover beginnen, voordat we beginnen over het onderwerp van het bijhouden van je meditatieervaringen, wil ik het even hebben over zelfinzicht. Want daar gaat het eigenlijk over. Nu is het interessante aan ons als aan ons mensen is dat we allemaal ogen hebben die naar buiten wijzen. En dat is heel goed, daardoor kunnen we goed zien in de wereld om ons heen. En we hebben ook ogen die mooi naar voren staan. In tegenstelling tot een vis die bij het zicht wat moeilijker kunt combineren. Met de ene oog gaat naar links, de andere oog naar rechts. Wij kunnen heel goed kijken. We hebben hele goede zintuigen. Nadeel daarvan is wel dat we heel erg naar buiten zijn gericht. De dieren ook natuurlijk, maar in die zin hebben we dat gemeen met dieren. Wat we ook gemeen hebben met dieren is dat we net als een vis die gewend is aan water, heel veel moeite hebben als we uit het water zijn. En we hebben heel veel moeite om onze gewoontes los te laten. Om het heel bot te zeggen, en sorry voor deze iets wat vulgaire vergelijking, maar zoals een oude Thaise uitdrukking zegt, als je iedereen die zijn eigen scheet ruikt, heeft het gevoel dat hij lekker ruikt. Dat is niet zo'n beleefde vergelijking, maar het is een oude Thaise vergelijking van heel vroeger. Maar het is wel waar. We zijn gewend om onze fouten over het hoofd te zien en we zijn gewend aan onze eigen gewoontes. Dus door zelfinzicht kunnen we beter zowel onze fouten als ook onze goede kanten leren zien. En dan kunnen we onze gewoontepatronen veranderen. Dat geldt dus ook voor meditatie. Het klassieke voorbeeld van zelfinzicht is een lezing die de Boeddha gaf, of een leerrede die de Boeddha gaf. Ik geloof dat die vast is gelopen. Oh nee. Ja. Een leerrede die de Boeddha gaf aan zijn eigen zoon. Ja, de Boeddha had een zoon. En deze zoon, die werd later ook monnik. En zijn naam was Rahula. En Rahula, die hier in Sri Lanka is afgebeeld, die was toen nog jong, heel jong. En de Boeddha die gaf hem advies dat hij nooit moest liegen. Dat hij altijd eerlijk naar zichzelf moest zijn. En die eerlijkheid hield ook in dat hij leerde om zichzelf naar zichzelf te kijken. Dat is heel knap dat hij dat zijn eigen zoon vanaf jongs af aan kon leren. Dat hij leerde naar zichzelf te kijken, te reflecteren op zichzelf, voordat hij iets deed, terwijl hij iets deed en nadat hij iets deed. Dat is dus eigenlijk het hele idee van zelfinzicht. Dus voordat we specifiek ingaan op een dagboek bijhouden voor meditatie, is het belangrijk het algemene principe even te kennen. Dus de Boeddha vergeleek dat in deze leerrede met een spiegel. En wat we ook zeggen wanneer we zeggen zelfreflectie. Dan is het in feite de vergelijking van de spiegel. Leren naar jezelf te kijken. Kunyai zei hierover iets specifieker. Jullie kennen Kunyai nog wel, toch? Kunyai was de non die onze tempel heeft gesticht. Hier zie je een portret van haar. Met de bekende karakteristieke fonkelende ogen. Dit is Kunyai. Dit is de non die onze tempel in Thailand heeft gesticht. Kunyai die zei over zelfreflectie. Neem voor je gaat slapen een paar minuten om op de afgelopen dag te reflecteren. Dit is letterlijk vertaald van het Thais. Leid je je leven op een wijze dat je je doelen verwezenlijkt? Welke dingen zouden we moeten doen? Welke dingen zouden we moeten laten? Zijn de dingen die we nu doen gepast voor onszelf en onze hoedanigheid? Daarmee bedoelt zij, zijn de dingen die we nu doen, gaan we daarmee vooruit in ons leven, in ons beroep, in ons gezinsleven? Nou, dat is het algemene idee van reflectie. Dus telkens voordat Kunyai ging naar bed ging,
reflecteerde zij op haar dag. Aan de goede, zowel de goede kanten als de slechte kanten. En hoe ze daar zichzelf in kon verbeteren. Dat is wat Kunyai deed. En als je eens goed kijkt, sommige van de grootste genieën, en ik zou zelfs durven zeggen allemaal, zowel in de kunst als in de wetenschap als in de religie, waren allemaal mensen die op zichzelf reflecteerden op een dagelijkse basis. Voorbeeld van zelfreflectie met betrekking tot je dagelijks leven is het bijhouden van een dagboek. Een dagboek kan als een leraar voor je zijn waar je naar weer kunt teruggrijpen. Als je het hebt bijgehouden, kun je er na een tijdje weer naar terugkijken en dan kun je ook iets leren over wie je was en wie je nu bent. We kunnen ons misschien nog het verhaal van de Boeddha herinneren, die door een herinnering die hij had in zijn jeugd, zichzelf kon vertellen dat hij het verkeerde pad aan het bewandelen was voordat hij de verlichting bereikte. En dat hij een ander pad moest bewandelen. Misschien weten jullie dat nog. Hè? Dat hij ophield zichzelf te martelen en dat hij vervolgens de weg van de meditatie koos. Nou, dat is iets van zijn leven. En we hebben allemaal misschien iets minder spectaculair en dramatisch als het leven van de Boeddha. Maar we hebben allemaal wel eens van die momenten dat we zoeken naar verandering, naar inkeer. En dat we dan kunnen we, als we zelf wel eens een keer onze gedachten hebben opgeschreven, dan kan dat een hele grote bron van inspiratie en wijsheid zijn. Nou, het is niet alleen het ventileren of het uitdrukken van je emoties, maar het gaat ook om wat je inspireert en tot denken zet. Nou, dat gaat over een dagboek in het algemeen, specifiek over meditatie. Zijn dit een aantal dingen waar je aan kunt denken? Wat kun je bijhouden als je meditatiedagboek bijhoudt? En wat is een meditatiedagboek? Meditatiedagboek is gewoon dat je noteert hoe je mediteert. En hoe je meditatie was. Dus hoe je mediteert, daarmee bedoel ik, wat is je methode? En hoe je meditatie was, wil zeggen, werkte die methode voor jou? Werkte jouw manier van mediteren voor jou? Je kunt daarin opschrijven het gevoel van welzijn, wat je ervaarde in de meditatie. Voelde het goed of voelde het juist niet goed? Voelde je ontspannen of voelde je alleen maar tjeu? Dat kan ook. Maar meestal als je tjeu voelt, dan voel je ook snel al ontspannen. Het object van meditatie, gebruikt je een object? Gebruikt je bijvoorbeeld een lichtje dat je achterlaat in de, gebruikt je een lichtje dat je achterlaat, dat je achterliet in het midden van jezelf? Of gebruikte je misschien een ander onderwerp? Sommige mensen gebruiken wel eens een onderwerp in een meditatie wat ze dan visualiseren in hun midden. Het kan ook zijn dat je een tekening wil maken van hoe je meditatie was. Sommige mensen hebben wel eens de ervaring dat een deel van hun lichaam verdwijnt of zo. En die willen dat even in een tekening, als het ware, neerzetten. Omdat ze bang zijn dat ze die ervaring vergeten. Oké, het klinkt misschien een beetje alsof we iets proberen vast te houden. Maar het is soms wel een goed idee om een aantal dingen op papier te zetten. Maar vergeet niet, het is het belangrijkste dat je noteert wat je deed. Niet zozeer wat je ervoer. Dus wat deden we om te komen tot onze meditatieervaring? Of deden we misschien juist helemaal niks? Soms dan denken we dat het heel ingewikkeld moet zijn, maar dat is het niet, hè? Nou, gewoon, wat zijn de stappen die we hadden in onze meditatie? Of hadden we helemaal geen stap? Nou, dat eventjes bij stilstaan kan heel goed zijn soms. Of alleen al bewust te zijn van bijvoorbeeld, hadden we gegeten voordat we mediteerden of juist niet? Hadden we gesport voor we mediteerden of juist niet? Dat soort dingen kunnen ook heel interessant zijn om even naar te kijken. Nou, dat zijn zo wat ideeën over de dagelijkse meditatie. En ik zou willen zeggen, het dagelijks bijhouden van je ervaringen in meditatie is net als dat je een boompje plant. Als je elke dag naar het boompje gaat kijken, dan lijkt het net alsof die niet groeit. Maar
als je echt er goed naar gaat kijken, dan zie je toch dat het groeit. En als je het een tijdje hebt gelaten, hebt laten groeien, dat boompje, dan zie je eigenlijk dat het heel erg gegroeid is. Dus, en het is altijd belangrijk dat je positief blijft kijken naar wat er goed gaat in je meditatie. En er is altijd wel iets dat goed gaat. In de woorden van Kunyai, om in de woorden van Kunyai te blijven. Meditatie is net als op de grond slaan. Die weten jullie nog wel, hè? Meditatie is net als op de grond slaan. Je kunt de grond niet missen. Daar wilde ik het bij laten voor vanavond. Zijn hier nog vragen of opmerkingen over? Ga ik even de opname stopzetten.